Goedemorgen, goed dat je weer kijkt naar Koers Kijken met John. Ik ben de Bitcoin Consultant en we gaan vandaag natuurlijk weer kijken naar de Bitcoin grafieken. Het is geen financieel advies en het is educatief van aard. Goed, wat is er nou gebeurd sinds gisteren? Niet zo heel veel. En we zitten dus sowieso nog in het grote neerwaartse kanaal. Waarbij we uit de Rising Wedge, deze rode lijn, naar beneden zijn gevallen. En op dit moment die lijn ook nog volgen. En ik ben op dit moment eigenlijk aan het kijken naar drie scenario's. Want wat ik zei, is dat we een low hadden, een high. en dat we op de dagelijkse grafiek een high-low moesten gaan vormen. En dat lijken we nu ook te doen. Alleen, ik kijk toch naar drie scenario's. waarbij het uh, positieve scenario is. Dat we een trendverandering krijgen op de dagelijkse grafiek. Wat de eerste teken zou zijn dat we op de wekelijkse grafiek de zouden hebben gevormd. En dat zou dan ongeveer zo uitzien, waarbij je hier de low, de high, higher low. En dan richting een high, high gaat. Alleen daarbij is het heel belangrijk, dus dat we die 7800 dollar grens gaan verbreken. Dat is gewoon een sterke resistance. In het tweede scenario kijk ik naar een evenwichtpatroon, eventueel, waarbij de low, de high, higher low, lower high, uh, higher low. En daarbij zou de koers dan ja, in ieder geval over een dag of 4, 5 moeten uitbreken uit dat evenwichtpatroon. En in het bearish geval kijk ik naar een, ja, want dat lijkt steeds meer in werkelijkheid te gaan worden, dat we een low high gaan maken. Dus we hebben hier de low, de high, het is een higher low, maar het kan ook omvormen naar een lower high waarbij we de downtrend voortzetten richting de technische target van deze rising wedge. Op dit moment uh, is het een beetje een strijd, wat mij betreft. We zitten rond de 7400 dollar. Hè. We komen er al een paar dagen niet overheen en worden daar de hele tijd afgewezen. En als we inzoomen naar de 4-grafiek, hebben we ook een neerwaartse kanaal op de kleinere timeframe. We zien in ieder geval dat we de hele tijd worden afgewezen door deze zwarte downtrendlijn waar de koers niet boven kan komen. En we zitten wel aan de bovenkant van dit neerwaartse kanaal, dus het is mogelijk dat we. Uh, hier naar boven uitbreken, maar het kan ook zijn dat we weer richting die 600 dollar grens gaan, waar ook uh, ja, eerder support zit. En op dit moment nou, plakken we dus op die 7400 dollar grens wat ik net zei. En de boels die blijven er tegenaan stoten. Maar die worden de hele tijd afgewezen daar bij die 7400 dollar. Zoals je eigenlijk vrij duidelijk kunt zien. Dus het is belangrijk dat de boels hier gaan doorpakken voor de positieve scenario's. Waarbij er of een evenwichtpatroon ont, uh, ontwikkelt of een high high. En op dit moment, nou, uh, ja, zie ik het in ieder geval. De, de boels hebben op dit moment wat mij betreft enige... Uh, ja, support, hè? Een, een streepje voor, omdat ze hier de 12 en 26 e IME's, deze blauwe en rode lijn, als support houden. En die zouden ze kunnen helpen om verder te gaan, richting die 7800 dollar. Dus het zit nog steeds in een prijsgebied tussen de 7100 dollar en de 7800 dollar. En dat hangt nu ongeveer in het midden. En de bulls moeten hier gaan doorpakken en echt die 7400 dollar grens gaan uh, breken, om uh, richting die 7800 dollar te gaan. Leuk dat ze niet dan, ja... Gaan ze verder naar beneden, en omdat we toch op de 4-uur grafiek, op de dagelijkse grafiek, op de wekelijkse grafiek zitten we in een downtrend, ja, zie ik het goed uh, ja, gebeuren dat de bulls het niet gaan winnen en dat de prijs verder naar beneden zakt. Maar op dit moment ja, is het eigenlijk even afwachten. We zien dat het volume steeds meer aan het afnemen is, vooral na deze beweging. Het volume is überhaupt al laag geweest, maar sinds die beweging omhoog. Is het volume aan het afnemen? Wat betekent dat er ook weer een grote beweging aan zit te komen? In, ied, in ieder geval een relatief grote beweging op de 4-uur-grafiek. En die zou de koers dus naar de 7800 kunnen brengen of in richting de 7000 dollar. En als die breekt, gaan we door naar de technische target van die rising wedge op de daily, naar de 68 of 6500 dollar. En als we op de 1-u-grafiek kijken, nou, we zitten dus in dat prijsgebied, hè, tussen die groene en die rode lijn. Uh, de prijs is steeds meer uh, naar elkaar toe aan het kruipen, hè, waarbij de bewegingen steeds kleiner worden. En ook aan het volume zie je dat. Er wordt steeds minder getraind, omdat men ook verwacht dat er een beweging gaat gebeuren. En ja, het is een beetje een symmetrische driehoek, een beetje een lelijke symmetrische driehoek. En nou, hieruit moeten prijzen dus gaan uh, stijgen of dalen. En op dit moment, ja. Vanwege die 7400 dollar grens denk ik dat we eerder naar beneden zullen uitbreken dan naar boven. Maar heel eerlijk gezegd, uh, ik zie nog geen signalen die dat bevestigen of uh, ontkrachtigen. Dus het enige wat we hierbij kunnen doen is eigenlijk ons voorbereiden op een uitbraak naar boven of naar beneden. Door uh, hierboven een stop buy order te plaatsen, of als je short wil gaan, hier een short order. Als we uit deze driehoek breken. Nou, dat was het weer voor vandaag. Nee, dat is niet waar trouwens. Uh, gisteren was er een flash crash. Bitcoin voor 680 dollar. Wel interessant om dat uh, even te bekijken. Op Binance uh, met een van de stablecoins. Binance heeft meerdere stablecoins naast Tether. Uh, USD Circle. Uh, ze hebben ook bijvoorbeeld USDS. Ik weet eigenlijk niet zo goed welke dat is. Maar de prijs uh, op dat uh, paar. Uh, daarbij zakte de koers tot de 680 dollar. Dus iemand heeft in ieder geval geluk gehad. En heeft uh, de bitcoin daar kunnen kopen. En het is interessant, ik doe het zelf ook wel eens. Dan plaats ik gewoon een belachelijk lage orde voor een munt in de hoop dat er een keer een flashcrash komt. En uh, nou, dat doe ik met een heel klein percentage van mijn uh, portfolio natuurlijk. Maar ja, het is toch grappig als je dan een keer wordt geraakt en dat je ja, voor een habbekrat eigenlijk een bitcoin kunt kopen, of in ieder geval een deel van een bitcoin. Nou, dat was het weer van vandaag. We gaan morgen even kijken wat er op die 1 uur grafiek gebeurd is met die driehoek. Zijn we naar die 7800 dollar gegaan of gaan we door naar die 7000 dollar en 6900 dollar. Want op de grotere timeframes, op de dagelijkse grafiek, zijn er dus drie scenario's. Of we gaan een high high vormen boven die 7800 dollar of we gaan een evenwichtpatroon in. Of in het bearish scenario breken we uh, naar beneden uit en maken we een lower high op de dagelijkse grafiek. Kijk morgen weer terug. En ik ben ook heel nieuwsgierig naar wat jij nou denkt dat de koers gaat doen. Denk jij dat we uh, positief kunnen zijn en dat we een bullish uitbraak krijgen? Of denk je dat we verder blijven zakken? En denk jij bijvoorbeeld ook dat we naar de 6000 dollar gaan? Heel veel mensen roepen dat we naar de 6000 dollar gaan. Laat het vooral even weten in de comments. En ik zie jullie morgen weer.